Welkom bij Jetix Winterfun vanuit het schitterende Oberjoch in Zuid-Duitsland. Onze vier Jetix-pareltjes, Co, Sita, Leon en Tobias, verblijven de komende dagen in het chique Alpenhotel. Maar zijn zij klaar voor de onverwachte verrassing die Jetix voor hun in petto heeft? We gaan het zien. Gaat niet goed, wacht even. Ga jij het doen? Of doe jij het? Wie? Wat? Weet je, ja. Sita, anders doe jij het. Welkom allemaal bij Jetix Winter Fun. We gaan heerlijk de sneeuw in en jullie gaan met ons mee. Zo, lekker hotelletje jongens. Wat hebben jullie mooi voor elkaar? Eerst even inchecken. Dag, weer gezien van Jetix. Jetix. Welkom, Mr. Sita, Mr. Tobias. Ja, je rookies. Oh, hey, weer. Ja, zo. Goed dag. Tjus. Zo. Oh, je houdt al eens. Hier. Hij goed, man. Prima. Hey, lekker bedje. Klasje, ja? Even checken of mijn bed goed is. Ik heb het uitzicht, hè. Gaaf, man. Oh, wat lief. We hebben een kaartje. Jetix. Ziet. Moet je horen. Beste Co en Sita, hartelijk welkom in het Alpenhotel. We hebben een verrassing voor jullie. De aankomende dagen gaan jullie de strijd aan. Wat zeg je nou? Wat gaan we aan? Wat luister, luister. De aankomende dagen gaan jullie de strijd aan met Tobias en Leon om de Jetix Winterfun Cup te winnen. Door middel van 7 battles wordt uitgemaakt wie het sterkste, slimste en beste team is. Wij wensen jullie heel veel succes en dat de beste maar mag winnen. Jetix. We gaan een strijd. We gaan battelen. Battelen met Co-Sita. Nou, dat wordt helemaal geen vakantie, man. Nee. Ik zag het aan, we voelen hem lekker van die berg af. Snowboardje. Ja, het is op zich natuurlijk, we kunnen ze wel hebben. Ja, natuurlijk. Ik bedoel... We hebben het over Co-Sita. Ik bedoel, er valt niks te battelen, man. Hè. Die kunnen wij echt wel aan, hoor. Ik bedoel dat het eigenlijk een soort van vakantie is om van ze te winnen. Ja. Van Leon. En Tobias. Ja, man. Ja, die maken we dik in. Hey! Hey! Hoi! Daar zijn ze, hoor. Kamer ziet er goed uit, hè? Ja, het is super. Top! En we hebben ook een flinke pegel hangen hier. Ja. Dus. Hey. Wat? Die gasten zijn niet goed, hoor. Nee, precies. Kom. Goed, even wat nuttige reisinformatie. Oberjoch ligt op 1200 meter hoogte op het randje van Duitsland en Oostenrijk. Met 1,5 meter sneeuw een waar paradijs voor skiers en snowboarders. Maar kunnen onze vier sterren eigenlijk een beetje skiën? Wow. Dat is te gek, man. Hè? Hey. Zo vet dit. Gaaf, die bergen, man. De zon komt ook bijna overeind. Hij ziet. Ja. Dat zijn hele mooie bergen om vanaf te snowboarden. En volgens mij wou jij dat. Ja, ik wil wel snowboarden, maar ik kan het nog niet zo heel goed. Nou, weet je wat? Ik heb een extra snowboard van Jetix gekregen. Dus ik ga het je gewoon leren. Oké, okay, gaan we gaan doen. Kom, we gaan ze halen. Hey, later, hè, jongens. Succes, dag, mooi. Doei. Zeg, Leon, heb jij eigenlijk wel eens geskiet? Ja. Nee. Niet? Nee. Je hebt nog nooit geskiet? Nee. Nou, lekker dan. Nou, ziet, we gaan het doen, hè? We gaan het doen, hè? Moet ik je even uitleggen hoe het werkt? Ja, graag. Mooi. Nou, wat heel belangrijk is een beetje raar, want je gaat zo direct van de berg af. Dus dan denk je, ik wil een beetje bij die berg blijven. Dan ga je naar de berg toe leiden. Ja? Dat moet je niet doen. Je moet namelijk echt naar het dal. Zo. En als je valt, moet je ook gewoon lekker laten vallen en niet te veel moeilijk doen, want anders gaat het alleen maar pijn doen. En we gaan hier vanaf? En we gaan hier vanaf. Okay. En jij gaat eerst. Nee, toch? Jawel. Nee, dan kan ik het even zien. Ga jij maar eerst. Wij gaan jou maar eerst, hè? Yeah. Doe het! Knieën bij elkaar. Ja, heel goed. En knieën naar elkaar. Heel hoog.
kijk. Ja! Het is tijd voor 5 handige tips om jezelf staande te houden op een piste. Tip 1. Trek je skis altijd aan terwijl je haaks op de berg staat. Dus niet zo. Ja! Dit is haaks, niet zo. Tip 2. Skiën is knieën. Ski altijd met licht gebogen knieën. Tobias, je overdrijft een klein beetje. Ik ging te ver heen, denk ik. Leon! Tip 3. Als je geen controle meer hebt, laat je dan op je zij vallen. Ja. Tip 4. Als je onverwacht naar beneden glijdt, draai dan je knieën en je tenen naar elkaar toe. Naar elkaar toe, Leon. En tip 5. Heel belangrijk, ski nooit buiten de afzettingen van de piste. Oh, nee. Ja. Dus. Volgens mij zitten we buiten de afzetting, Leon. Ik zit er middenin, man. Goed. Het grote moment is aangebroken. De eerste battle wordt overhandigd. Ja, lekker. Ja, goed, hè? Mooi. Heel lekker. Ja. Kom maar op. Heer Kool, vrouw Sita. Hartelijk welkom in Oberjoch. Herr Tobias, Herr Leon, hartelijk welkom in Oberjoch. Dankeschön. Ja. Battle 1. Frühstück sleeën. Zoek de koksmuts en het schort en pak de slee en het dienblad met 10 broodjes. Jullie moeten met de slee en de broodjes naar de top van de berg. Tijdens jullie barre tocht naar boven vinden jullie bratwoesten of schoteltjes. Neem deze mee. Eenmaal boven aangekomen vinden jullie overheerlijke sauzen. Ga op de slee zitten met je broodjes, bratwoesten en sauzen. En maak ze hapklaar op jullie weg naar beneden. Let op wie zo snel mogelijk 3 overheerlijke broodjes aan de lokale bevolking brengt. En ze er een hap van laat nemen. Wint! Meine Damen und Herren, die Battle geht anfangen. Auf deinen Plätzen, bitte! Straks kun je zien hoe deze eerste battle verloopt en wie hem gaat winnen. Blijf kijken. Welkom terug bij Jetix Winterfun.